op het, nog steeds op het Abdijplein en ook de plek waar in de zomermaanden ook wel wordt ringen gereden. En ook dat is natuurlijk weer geen toeval. Vertel. Heeft wel een andere inleiding dan je zou verwachten, want het blije uiteinde van de brief wordt ingeleid door een heel droevig bericht. Dit is van Pieternelle Jansen. Een vrouw die haar zoon Adriaan en Jan aanschrijft op 18 april 1664. Adriaan is stuurman op het schip De Walcheren. Dat was een schip wat dienst deed in Slans vloot en die lag op dat moment voor de kust. En als het goed is was dat de vloot van Michiel de Ruiter die op wraakexpeditie naar de Engelsen werd gestuurd, waar op dat moment de Tweede Engelse Oorlog mee woedde. Maar deze Pieternelle die komt dus met een zeer droeve boodschap, want zo schrijft zij: Voors, zo laat ik uw lieve, mijn beminde zonen, weten als dat uw lieve vrouwe is verlost van een schone dochter, den 16e meerte, smorgens, ten 15:30 en alles naar wens en willen gegaan. Dus die is 16 maart bevallen van een dochter. En uw lieve dochter is ten 19:30 wedergestorven tot ons groot bedroeven, dat zo klok een kind. Als dat was, maar 4 uren op de wereld is geweest. Daar is niet één van de vrienden die het levend gezien heeft en het is in de kerken begraven. Dus ja, dat kind is binnen 4 uur overleden zonder dat ze ook eigenlijk een doodsoorzaak wisten. En dat is nog niet eens alle droefenis, want dan vervolgt ze ook nog en uw lieve zuster Halkenskind is ook dood. Ach. Dus dood alom in de familie. Ja, dat gebeurde natuurlijk toch wel veel regelmatiger dan tegenwoordig in die tijd. Dat gewoon de omstandigheden waaronder een bevalling plaatsvond gewoon hygiënisch niet ontsmet genoeg was. En ja, als gevolg daarvan veel kinderen eigenlijk binnen 14 dagen ook stierven. Toch heeft ze dan nog een troostvolle boodschap. Ze zegt: ik hoope dat wij wel daarbij zullen kunnen, daarboven in een schone hemel. En het is nou bevrijd voor alle verdriet. Dus het kind is nu in de hemel en het is bevrijd van het verdriet van de aarde. Ja, ja. Het is ook immers oorlog in die tijd. Ja. Alleen naar het einde van de brief toe. Dan komen er toch weer een paar leuke Zeeuwse volkskundige zaken naar voren. Zo heeft deze vrouw het over de meter doet haar Peter met Willem en Jan zeer groeten. Dus de meter en de Peter, dat zijn de peetmoeder en peetvader. Hè? En als gij lieden thuis komt, het gaat nu over de broers, zo zal ze kandeel voor u lieven koken. Nou, is het typisch Zeeuws gebruik dat je een kandeel, dus kandij lekker naar je klaarmaakt in het geval van een geboorte. En het leukste komt helemaal aan het eind van de brief. En dat gaat over de nichtjes van Adriaan en Jan. En nichten Pieternelle en Jacqueminken en Jan wensen haar nooms 100 goede nachten. En als haar nooms thuiskomen, zullen zij in de duinen rijen, zeggen zij. En dat in de duinen rijen, dat kan maar op één gebruik duiden. En dat is het zogenaamde spelerieën. En dat is het gebruik wat in de 17e en ook in de 18e eeuw nog volop plaatsvond. Op Walcheren, een typisch Walchers gebruik, namelijk dat jonge lui wij zouden tegenwoordig zeggen een Jan Plezier, dus een koets huurden met paarden en veel drank aan boord en daarmee richting de duinen reden om aan het strand vertier te zoeken. Oké. Ja, dat wist ik ook helemaal niet. En daar is in de 19e eeuw nog een mooi plaatje van gemaakt door Alfons Dillens. In een boek van Koster, wat... Oh, die hebben we volgens mij wel eens gezien. Ja. Dat is prachtig. Maar die gingen dus gewoon lekker feesten eigenlijk. Ja. Die gingen feesten op elkaar. De bierfiets, zeg maar. Oké, grappig. Interessante wendingen dan ook weer. Ja, dankjewel.